Dit is de Olympische kampioen van het discuswerpen, Rolf Tannenberg, de West-Duitser. De competitie is dus enkele minuten geleden begonnen. Het is de eerste worp van Rolf Tannenberg, die enkele weken geleden in Reykjavik, uitgerekend in de IJslandse hoofdstad, het 11 jaar oude West-Duitse record van Nooy verbeterde. Ook hij is weer kandidaat op een medaille daar in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. Maar deze keer zal hij dus wel af te rekenen krijgen met concurrentie uit Oost-Europa. 66,54 meter en daarmee komt hij aan de leiding, deze Rolf Tannenberg, voor Mac Wilkins, de Amerikaan, met 63,90 meter. En Louis Daly staat op de derde plaats voorlopig met 61 meter. I'll be back.